Hier in de caravanstalling op Boerdam, caravanstalling Fraam Klap. Ik had je hier al van harte welkom bij deze feestavond. Er zit een hoop klein smeetje op, dat wil ik niet maar ik zeg. Onze oude Nestor Abraers, hij is ziek, slim ziek. Dat vind ik jammer. En hij kan er niet bij winnen genoemd. Hij heeft er al slim mee door. Meer aan het werk geweest, maar dat ga je niet houden. Ik zeg, nou, dat is het eerste wat ik dan word. Dit moet ik je dus vertellen. Hij heeft weinig dus, hij is thuis, hij is een keer nog ziek geweest. Maar ga je slecht mee op. Dus dat is jammer dat dat zo is. Verder heb ik met hem afgesproken, ik ben wel een feest op morgen. Door een mooie film gemaakt, daar kunnen we ook straks voor inschrijven. Die eerste film die ga je nog afbetaald. En dan is dat ook. Dat er dus toch nog dat weer van metkrijgen kriegen, doet me toch weer blij aan. Pieter Winter en Riekes Kooi en voor deze oom een theaterstuk schreef dat heet Oostwest, het Schuifelbest. En heeft ze de verduideling van deze naam, dat is nog wel een beetje onduidelijkheid over West. Eerst werd aan de oostkant van Durp, toen werd hier geboren. Voor ons, voor mij was er echter Café Pik, voor meestal nog Olde was echter Van Loken, voor anderen. Die wij toen weer allemaal niet van, maar ik wil me zeggen doorleggen, hij is nou en de westkant van deur. Dus dat is even de titel van deze oogend worden. Dus dan is een beetje dat je ook zegt, oh ja, doorslecht dat wel. In 1966 is er dus nog deze westkant verkloosd. En de lijntjes voor deze oom, die ben sleep door Maat de Vries en wordt zoon door de Isvogels. Daar hebben we er ook nog bij. In de accordeon, daar hebben we bijna een rozenboom achter zitten. Met een grote groep mensen. Is de maandlijn en wijs om die rambo op poot te zetten. Daar heb je misschien ook al een beetje kunnen zijn, dat was niet zomaar wijs. Vrouwen zijn hier teruggekomen zien en nu zitten we er even een grote feestvol, zitten we erin, dus dat is niet zomaar in wijs. Maar wie toch, als één door bestuur en wie meent dat die fiets op de juridisch boon, dat kon niet zomaar even voorbij gaan. Dus vanavond zouden we op humoristische wijze door die fiets op de juridisch lopen. En heb ik begrepen van Pieter Hendrikus, Martje en Middelboek nog bij de inhoud precies door van is. Dus was het voor ons in de PRM ook voor mij een verrassing. Maar wat ik u dus nog wel even wil vertellen over de club is dat hij opricht is. Als een club van aandeelhouders, dat zal denk ik direct ook wel even weer naar voren komen. Dat wel betekent de vrouwen dat je lid worden kan, maar geen stemrecht hebben. En ook niet op de aandeelhouders vergordering ook nodig zijn. Door ze jou dan als lid zijn er wel boek. Zij kon zelf wel een clubje bij me kopen denken, wel ze er wel nog niet kon hebben. Dat was toch wel een beetje zo. Dat hebben wij, als dit huidige bestuur zijn in de begunning te gejoren, dat hebben we ons echt in ook vereniging. Met leen, met stemrecht, op de jaarlijkse leenvergordering. Want die club van aandeelhouders, daar had op den duur ook geen bestaansrecht meer. Maar ik heb mijn eigen aandeel, om dat maar te nemen, die heb ik van, dat ding van 10 euro. Die hebben ze me maar groter gegeven, maar toen was geen eind, die door nog belangrijk hadden. Dit was zomaar even een klein stukje dat ik u even wil vertellen over die club. Het is nou gewoon een open vereniging en bidden van ons. En dan wil ik nou voorgeven maken, en de heer, dat is een verzuik ook, en de heer Kees ook, van de KNVB van Gewest Groningen. Dus Kees. Graag bestuur, graag aanwezig. Ik moet jullie zeggen, en ik doe het maar in grunsje aan, in navolging van die, doen we het even geheel in stijl met elkaar, dat ik enorm geïmponeerd ben door de gigantische opkomst hier in deze zaal. En als ik dit zo bekijk, dan kennen we het ook niet helemaal over een club die 75 jaar al is, maar ik zou zeggen, jullie zijn met elkaar 75 jaar jong. Geweldig. Ik vind het des te meer zo ontzettend knap dat jullie kennelijk zo breed en duif in de gemeenschap van Middelstum wortelen, dat je gewoon ondanks het feit dat we zo weinig natuurlijk zijn, de Loodse Jorden,
Ik herinner me eigenlijk, de afgelopen winter, stel je veel vuur, de winter doorvuur had weer enige betekenis. Als het gaat om natuur is, doorvuur hem in 97 behoorlijk iets had. Maar sinds die tijd is het eigenlijk allemaal een beetje naadje. En dan is het verrek vervelend dat je als club ten doel stelt om wat voor je leven te betekenen. En dat het maar niet lukt. En dat is me dan ook gewoon een genoegen om jullie als eerste vereniging binnen ons gewest de nieuwe gewestelijke vlag te kennen aanbieden die we vorig jaar hebben door ontwapen. En het is me dan ook een genoegen om die aan die aan te bieden. Vraag je wel eens af, waar leen je voor? Geen wegligging, geen remmen, geen veiligheidsgordels en geen airbags. Dames en heren, ik heb het genoegen om u even bij te praten over het programma. U weet zo langzamerhand, het gaat over het 75-jarig bestaan van de ijsbaanvereniging Middelstum. En het zal moeilijk worden om de muzikale klanken van de accordeon van de onverprezen Beno Rozenboom
en de zang van het inmiddels wereldberoemde koor De IJsvogels te overtreffen. En dan praat ik nog maar niet eens over de gevoelige woorden van de voorgaande sprekers. De rest van het programma moet u misschien zien als een toegift. Allereerst gaan wij terug in de tijd naar het jaar 1929. De 65-plussers onder ons zullen zich ongetwijfeld herinneren dat in dat jaar de spinazie-etende zeeman Popeye en Kuifje het wereldtoneel betraden. Graaf Zeppelin vroog als eerste met een luchtschip rond de wereld. En op 29 oktober stortte de beurs op Wall Street in. Maar verreweg de belangrijkste gebeurtenis speelde zich door velen niet eens opgemerkt af in het koffiehuis van B. van Laken te Middelstum. Op 9 februari 1929, des avonds om 7 uur. Applaus, hoor. Zo, dat zou net zo, hè? Alles komt ook tegelijk. Maar je dan bijvoorbeeld maar, weet een dik wat zou hebben van de oprichting geworden van de IJsclub. Maar die is kabel geworden van Opruimel. Ik wil gewoon verzoeken van die boem dat die te kool is. Ik zeg al wel, als die gewoon in asbak sluiten, nou koffie en steen gaat nog even. Verrek nog het zo! Door haar roede al! Oh, daar heb je dat erin betoond, of geen? Ik kan al een poel heen, maar. Voelt ons zo heen, Jan. Ook goed daar van Lokem. Slecht weer, jongen, hè? Nou, het is gewoon, hè. Wel lekker die kaal, hè? Rona, joh. Heb je trouwens een kraat nog niet hoes? Waar is het over? Oh, dan die leesbril nog op hem. Oh, daar is het vast verroren. Zal me eens zijn nou, wanneer dat er aan ervoor komt. Het is toch zo wat tijd, nou? Ja, dat was ook komen, joh. Hé, dan ben je aanslag op boerderij, Rodo. Ach, mooi is al doen, jong. Nog een beetje vlaagriebel en wat met koftubben eronder balken. Ja, als we dit weer holden, hè, zitten we met dikke mooi weer niet langs. Oh, dat is beter dan. Dat gaat al lekker, hè? Ja. Goeiedag. Goeiedag. Heren.
Goedendag. Goedendag. Kijk, van mij dan moet wel verwerkt dat op die zoen. Van die jaren valt mij nooit tegen. Ach, man, bij mij met die zo. Dat zit ook je niet bij kachel. Je doet een boel te verzorgen waar we zijn. Kom maar. Kom hier ook koud. Met je raar stik ook op terug. Kom een vakje naar koud zien. Geef voor dat kop drink, Rikke Wegen, jou. Welkom, alle bestemmingen komen. Maar hij ook al koffie. Ik heb wel tabak, ja. Jo, midden maar. Ja. Hoi, Loop. Ik wil maar even naar de sugar en melk, jongens. Tabak? Ja. Neem je ook een beetje sugar en melk. Vol vermoeden. Blijf over hier. Ja, dat is wel. Ja, dat is wel. Geloof ik net op 10. Geef me ook maar een koffie hier voor de kaf. Mooi. Hoi. Mooi, Nederland. Ook vol wat koffie naar. Alsjeblieft. Gold boek zeker. Oh, heel goed. Goedendag. Mooi. Kan je denken? Goedendag. Ja, gratis zeker, hè? Alsjeblieft. Dat denk ik ook. Wie moet maar beginnen, nooit? Of komt er nog gewoon? Ja, volgens mij moet Boelvet nog komen. Als je mensen midden hebt in je weg, dan je weer nog even over hem. Alsjeblieft, jongen. Hij moet op je houden echt de witte door wegkomen. En dit ook je snut. Ja. Boelvet. Ik kan het zien. Ja, goed. En die komen nu gewoon de tram in ook nog half eerst. Mis ik wat? Ja, ja. Ja, dikke procent, ja. Ja. Ook koffie, Wolf, hè? Lekker van Dokkel, Jan. Dat kan, ja. Volhaal zit, dan een tientje. Dit ben we, dat geloof ik nou allemaal. Als je gauw vindt, zal ik de verhoorden ook. En Sietsema mag verslaan. Ja, wie heb ik gelijk ook uit? Kijk hier toch niet stil over. Mooi, verhoorden is ook. Zoals je allemaal weet, weet je hoe we hier voor binnenkomen ben. We zijn hier voor de oprichting van East Club van Miltzaam. Ja. Wie schuiven voor veel vlees op dooi. Maar ja, dat kan jammer van op de jaar, jongen. In deur op ons touw hebben we door hem op mijn niets moeten aanleren. Dus het wordt tijd dat we er ook mee komen. Onder je water verrust namelijk eerder. En als je de deur zet, verzoek je direct nooit. Wie hem te laag en brood over heeft. Dus als je direct van vroeg mee bent. Zal middenmaar statuut met je deur nemen. Middenmaar werkt bij notoren kooi. En zit namelijk dicht bij het vuur. Ik geloof de raad nog voor ogen, hè? Ja, dat klopt. Ik neem aan dat de leg van hier zo nooit vergeten is. Ja. Dus ik wil even binnen zetten. Ja. Ik wil dat ik ook veel werk moet hebben. Als ik weer aan het pennen met z'n jullie leg. Ken ik er nog wel van zeggen dat Van Lokum zijn gruimelaar die rechter belangeloos beschikbaar stelt. Hallo. Woord is aan mij de man. U hebt een aanbesteding losgevonden. En het vang ik eerst de plaats om aanleggen van dat grofwerk, zoals diep. Als je zegt van een veen die het bestek mag, en er is instreden.
Ik zal even voorlezen door wie en voor hoeveel. Er is ingeschreven door J. Wierenga en H.P. Movaat voor 625 gulden. Door H. Boeklagen en J. Huizinga voor 624 gulden. H. Huizinga en A. Huizinga voor 628,50 gulden. Dat was het ook, hè? Boy, misschien kunnen we de vunning direct voor regelen. Midden maar, ziet ze maar, ik ga dood, wie een goeie wolf heeft. Het scheelt met mijn koffer niet zoveel. En wie weet, dat is een goud werkleven. Ja, maar. Wat vind je ervan? Wel wilt woord? Mag ik even. Kijk, als eerste hier mag ik natuurlijk naar eigen bedrijf leiden. Maar ik ken wel wat meer groeien. En ik heb een aandeel. Dat liet me goud. Maar wat zijn aandelen ervan? Regel maar. Regel maar. Mooi, dit is dat kloppen. Nou, nog even over die cent. Wie ben bezig met een uitgifte van 75 renteloze aandelen. Dit bent van 10 gulden stuk. Als we ze allemaal kwijtraken, dan hebben we wat te veel geld. Maar er kan zeker meer uitgaan. Er moet egaliseerd worden. We hebben een pomp nodig. Voor dat egaliseerd door hem, voor de aandrijving doorgaan, hebben we een locomobiel of gewoon weer een einde van de andere motor huren. Hebben al wel in gehuurd, toch? Ja. Maar van die 75 aandouw, ben je al 62 kwijt. Wel er nog belangstelling hebt, dan moet het maar zeggen. Ja, ik heb er al twee, maar dan bied hem er ook binnen op vooruit. Mooi, man. Ja, mooi dit. Ja. Zou moet je dit ook nog maar aan. En vroeg wie nou ook vandaag. Zo mag ik het huren. Wel er nog mee? Belangstelling heeft mee. Moet het maar zeggen. Tien scheur alweer mooi op. Ja. Ik stel voor om de statuten en het bestuur zelf te behandelen. Statuten hebben allemaal zo gekend. Dus het liet me nooit nodig om het halve rol een keer weer voor te lezen. Ik wil midden maar vragen om alleen artikel 1 tot en met 4 voor te lezen. Goud, daar komen ze. Artikel 1. Te Middelsten is gevestigd. Ene vereniging genaamd de IJsclub te Middelsten. Artikel 2. Het doel der vereniging is het beoefenen van de ijssport op een terrein te Middelsten achter het koffiehuis van W. van Laken. Inbegrepen het houden van wedstrijden en ijsvermaak aldaar. Artikel 3. Vergaderingen, prijsuitreikingen en verdere samenkomsten van W. van Laken. Wie ben je gaan lopen, hè? Is er wat nou duidelijk te baak? Nee, het is niet al duidelijk. Je zegt al ja, dat belang al over was. Dat is mooi. Ga je dan, wat weten, met artikel 4 midden maar. En nou dat ik dat toch zo zei, neem de eerste alinea van artikel 5 ook maar eens meer. Goed, artikel 4. De vereniging is aangegaan. Voor een tijd ingaande zodra de vereniging door goedkeuring der statuten is erkend en eindigende 31 december 1958. Behoudens verlenging. Ja. Het verenigingsjaar loopt van 1 januari tot en met 31 december. En het eerste tot en met 31 december 1929. Artikel 5. Leden der vereniging zijn allen die zich daartoe bij het bestuur te hebben opgegeven, door het bestuur worden aangenomen en voor minstens 1 aandeel van 10 gulden deelnemen in een renteloze geldlening ten laste der vereniging. Enzovoort. Mag ik er allemaal op schrijven, voorzitter? Dan kijk je glad naar mij op. Nee, jong. Dat huist ook nooit. Mieden moet je het wel op papier stomen. Ik heb straks wel overschreven. Ja.
Waar die nog vragen over? Gooi vragen. Ten als laatste bestuursomstel. Voorstel is, ik zei de gek als voorzitter. Ziet ze me als sectoris. Albert Apps, ik bedoel Miedema als penningmeester. Ga je wel een kop koffie gaan maken? Van nou, ik zal een kiekje. Ja, zit dan vlotje in. Laat me kop maar ik zou. Zit man. Net wat ik zei, jongens. Boekelaar, kies die verstand er nog even bij op. Dat zal ik proberen. Wie had nou over wat eens? Wel van tevoren. Alsjeblieft. Je hebt hier nog een mobiel wegging die loopt van ons af. Dat rolde daar nog in een hele tijd een blik vijf. Verbergen hier ook veel in die vijf. Zo kennen we dat eerst. Verder gewoon tegen kan niet hoor. Vet ben je wat makkelijk van de oog. Dit wordt al dus besloten. Schrijf maar op, ziet ze man. Tot slot spreek ik de wens toe dat iets een groot succes mag worden. En sluit is het geworden. En ik hoop dat je op mijn hal toe bent komen. Ik heb door dat koffie voor penningmeester was. Dit wordt ik je dan borrel aan. Op voor je overlopen. Zo is het. En ik geef je tekst ook nog een beetje deur om, als je naar huis komt. Ja, dat is helemaal mooi. Wat je jongens? Ja, dat is echt mooi zo. Lekker vlak. Ja, ja. 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 Wat wil je, jongen, met dit weer? Ja. Oh, maar kals, kom, jongen. Dit, dit. Ja, proost, hè. Proost, jongens. Op die jongen. Is wohl verein, nur abzuheben, für Erwin ein.
bestuur van de vereniging. Gehouden op 25 maart 1929. Blijkt dat het departement van justitie de euvele moed heeft gehad een wijziging van de statuten te verlangen, alvorens haar goedkeuring te willen verlenen. Aan artikel 3 luiden de vergaderingen, prijsuitreikingen en verdere samenkomsten betreffende de vereniging hebben plaats in het genoemde koffiehuis B. van Laken. Dient nota bene te worden toegevoegd, tenzij de algemene vergadering anders besluit. U begrijpt, deze klap kwam vooral bij Van Laken hard aan. Maar de middelstummers waren ook toen al niet voor één gat te vangen. De notulen van de algemene vergadering gehouden op 18 november 1929 vermelden onder punt 7, rondvraag en sluiting, het volgende. Hierbij deelt de penningmeester nog mede dat de heer Van Laken het terrein voor de IJsma gratis heeft afgestaan. Onder voorwaarde dat alle vergaderingen in zijn café worden gehouden. Hoewel dit aanvankelijk in het concept der statuten was vastgelegd, heeft het verkrijgen der koninklijke goedkeuring moeilijkheden opgeleverd. En werd op aandringen van de minister van Justitie de mogelijkheid gegeven aan de algemene vergadering om te besluiten het café Van Laken te verlaten. Waar het natuurlijk in de bedoeling van alle leden zal liggen dat Van Laken niet in de steek wordt gelaten, is het evenwel nodig dat de algemene vergadering hiertoe besluit en het bestuur machtigt met Van Laken een schriftelijk contract aan te gaan, om bijvoorbeeld de eerste 10 jaar van weerszijden gebonden te zijn. De penningmeester heeft reeds een concept ontworpen waarin de heer Van Laken reeds zijn goedkeuring verleende. Na voorlezing van dit conceptcontract wordt dit zonder hoofdelijke stemming goedgekeurd. In dezelfde notulen valt te lezen dat het bestuur voornemens is om in het volgende jaar rekening en verantwoording af te leggen over de ontvangsten en uitgaven in 1929. De penningmeester is echter bereid de algemene vergadering alvast over de financiële gang van zaken te informeren. Hier heeft echter niemand van de aanwezigen behoefte aan. Eén ding is duidelijk, wij hebben hier te maken met bikkels, geen muggenzifters. Voor deze mensen zijn de mollen die gangen in de dijk om de IJsmaan graven natuurlijk geen partij. De instorting van de beurs heeft totaal geen vat op deze aandeelhouders. De handel tijdens de verlotingen in de aandeelhoudersvergaderingen worden doorgaans zelfs omschreven als levendig, vlot en zelfs gezellig. En wat zich verder onder andere op de IJsmaan afspeelt, kunt u zo meteen zien. Beno brengt u alvast in de stemming. Zorg dat schout wegkomt en zo gauw mogelijk in die slag komt. Toekeer genoeg te hebben. Ja, wat wel. De kamprek voor de violen. Gooi. Door het elke ring om hem. Tussen Pietwagenhoes en Elko Huitinga. Jongens, aan de start. Krijs, krijs. Kom jong. Rustig aan jong. Toen mag hij nooit verhozen. Toen mag alle tieten van hem. Eeuw, pak aan. Denk toch wat ik tegen die zegt heb, hè? Hoi de beur! Oké, jongens. Binnen kloeven. Kom maar met stand lief. En recht op tijd. Rustig aan. Op je kloeven. Waar? Net na een uur steugelboksen in de worm in geuring. Kun je dat schaatsen?
Ja, dat zal ik je zomaar hoor. Oké, jongens. Allemaal rustig. En rustig aan, hoor. En wacht op je tijd. Ben je het over? Ja. Ja. Op je blozen. Klaar! Af! Kom in! Kom in! Het publiek is uitzinnig. De rijders naderen de finish. Laten we maar snel gaan kijken. Dijpien, Bergoes, dat kan wel inpakken. Volgens mij kwam het te kort. Ah, dat wordt nog jammer overleg. Laten we één maal weg met Hendrik Boek leggen en Ajo Potter verzekeren. Doch, doe, dat die het beter zijn hem als mij. Dat zeg ik nooit, maar ik denk het wel. Kom eens, Jan. Op deur zetten, dat die bol die hebben nu voorbij liggen. Maar, om je daar maar te zien, kabels in een klokje, jongen. Dan is er een ring. Oh, dat was er vreemd niet gedacht, man. Er is ook geen dingen meer, hè. Dat is verliezen. Hé, joh. Het is over, hè. Het is mooi geweest voor vandaag. Kom ook maar weer, zou ik zeggen. Thank you.
Kwaai dien haar mooi stekje, kuske op die bekje. Het is een rijbos mooi plekje, kioets mi weg, kioets. Op Isbon ben ik met mi lijvet. Op Isbon ben ik met mi schat. Door draaien die som al wat rondjes. En van ook wel wijs op ons gaat. Al dicht ben die sommen, wie de volle moon. En ik ken me schoon wel rode, oh wij, oh wij, oh wij. Al dicht ben die sommen, wie de volle moon. En ik ken me schoon wel rode, oh wij, oh wij, oh wij. Oh wij, oh wij, oh wij. En romantiek. En dat alles dankzij de IJsbaanvereniging. De IJsbaan als ontmoetingsplaats, hangplek, zo u wilt, voor jong en oud. Een lichtpunt in de donkere dagen, voor en na Kerstmis. Van gemoedelijke contacten tot intense liefdesrelaties die tot op de dag van vandaag diepe sporen hebben nagelaten. Het is niet algemeen bekend dat de seksuele revolutie in Middelstum is uitgebroken. Van gemoedelijke contacten tot intense liefdesrelaties die tot op de dag van vandaag diepe sporen hebben nagelaten. Ik ga nu niet dieper in op de problematiek van de openstelling van de baan op zondag en wel of niet met muziek. De deelname van der Beek aan een van de acht bracht een doorbraak. Geen wonder, u weet het, Van der Beek betekent... U slaagt uitstekend. Van après-ski hadden we toen nog nooit gehoord. Maar in de ijstent achter in de schuur van Café Pik, voorheen Van Laken, kende de gezelligheid ook geen tijd. Hoewel, over enkele minuten gaan we het meemaken. Rookkolboek. Oh, we hebben een oude kwast. Tani, we hebben een kwast. Dankjewel. Zus, deze vind ik echt gelukkig. Wat heb ik de kool? Wat een een beetje meer staat tenminste. Ja. Nou, kom op jongens. Ik ben al alleen maar Ik ben wel warm van dat scheuvel. Ja, dat ben je bij. Dat had ik wel meer. Ja, hoi. Nou, volgens mij sliep. Ik weet een beetje wat. Hé, ik snap nooit, hè. Dat die piepbaarhoes nou in de weg van hem moet oorsken zeer. Wat heeft dat weg nou? Wat wie nooit hem? Waar ik al wel weer. En wie nooit? Zo is het! En hij naast! Nou, wat ben je met elkaar eens? Ja, wat bouwt hij ernaast? Ik kan wel zeggen dat zij bijvoorbeeld scheuvel is. En wie nooit? Maar ik heb een goeie bron vernomen. Dat Piet thuis zelfs al aan het weg cadeau door net. Zo. Ja, en ik denk dat hij nog wel met een boy midden gewoon aan de buren en zijn. Heb Piet een grote ketting gekocht. Zodat van die scheuvel een hanger op moet. Nou, ja. Laten ze ook maar deur zetten. Ik moest toch al nooit zoveel van die Piet Bagels hem. Nou, dat is nou. Mooi Wichter. Mooi Rijs. Mooi Rijs. Wat is toen kolen snijden in de wind, hè? Ja, vreselijk, hè? Schenk ik mijn half glas warm en kwast in. Dat is tenminste lekker warm. Wat
Dank je wel. Bedankt, hè. Jongen, toen ben ik nog nooit veel aan schuiven. Toch wel te koud, weet je. Arjan, wacht maar even. Ze kunnen er nog genoeg dagen. Maar ze zijn allemaal op Bosgracht aan het schuiven. Ja, morgen laat hem eerst weten, hè. Dat me hier voor Kries. Goeiedag, weet je wel. Hoi. Hallo thuis, mocht je er ook nog even uit? Ja joh, en ja, als ik van Oostwest ben, dan wil je nog even met Nijs over het web opdelen. En bij Loekie heb je ook niks te vertellen. Nou, dat lijkt wel. Wie hebben allemaal nog wat gehoord van die Piet Baboes en de wicht van mijn moeder Oskers? Ah, wicht, dat ga je wel mooi. Je hebt nog niks echt te vertellen dan die roddels. Moet me ook wel een mooi Nijs vertellen. Als ik over zo'n soort soort wie nou praten kan, dan liep je maar beter dat ik naar Oostwest ga. Pas met? Nee, ik wacht nog even tot ze van Bosgracht terug ben. Ik zo zeggen. Nou, dat denk ik nooit. Want ik heb maar zo weer dat paard die al opgeld heeft. Want ik ga hem niet tegen paard zeggen dat ze weer met maakt niet anders zit. Nou, even gewoon. Nou ja, dat is wel beter dat ik met ga. Nou, dat dacht ik. Stik de jas. Ja. Ik heb zo wat rook, ja. Vooruit, kom je aan. Nou, mooi hè. Ja, doe hè. Jongen, wat is dat toch een krik in die tis? Is toch iemand te drinken voor mij? Jazeker wel. Je wilt het niet al uitdelen? Dat is toch een glas kwastbolst? Nee, dan moet je nog wat met benzine in de deur. Nee. En is Piet nog met wie van de Wilders uit Mozen geweest? Ah ja, jong. En mooi dat hadden alle kriks waren dat. Ja, dat ging door al professioneel aan het houden. Alle leaders, hè, kwamen onverhoorn naar boven te staan. En toen werd het Wilhelm gespeeld. Ja, alle leaders, hè, werd onverhoorn vuurstil naar voren. En, is Piet Thiers zo, hoor? Nee, verdomme. Het is allemaal aan het bestuur van deze club te nemen. Wat dan, joh? Ik weet er eerst voor dat ik maar niet schenk. Ik wil alleen met jou jongen trouwen. Allee, vast. Nou. Wat dan nou, hè? Dat doen we ook mee wel hal, net vieren. Als ik het nog niet aan gehoord dat maar dan. Als ik toen al weer aan denk, hè. Ik heb nog een harde vak niet. Nou, Piet, ik kwam van week bij mij aan deur. Ik heb het hier over een feest nog gehoord. Was wel. Zie je om de eerste tekst van? Ja, die ken ik wel. Nou, daar wil ik vertellen, hè, dat er op Wiskant van Deup naar hier zo'n aanleg voor. Op Wiskant van Deup? Ik heb ook al mij al in mijn afvraag op een stuurde van wel omkocht heeft. Zoals hij mensen om je dat vertellen, hè. Doet ze door dat stuurmaat met de rooien, doet ze door dat een soort met beunen op. En door een achtergarage bakken, met tussen die bungalows een ijsboom. Dat zal de mensen van stand door een gewoon strik erop inkomen. Al de lawaai. Dat is nog dat door aan het houden, hè? Maar volgens Piet wordt die boom niet ooit lager of verkeerde boomwest erin. Zo was ik hier rond vertellen, hè? Die maakt die stad elke keer voor 20 meter van blozen, hè? Om aan die oetloop te komen van 40 meter. Nog hoor. Nog hoor. De deur is zeker. Als er nog in, is nou afzien in. Maar voor ons een goor, door de koren door. Is er nooit zo koud. Voor mensgehold, wat vies ervan is dit nooit een houtplan. Als je van de oude ijs won, naar de nieuwe touw. Door wie pikkels uit mijn regen, kom maar hier al gauw. Tussen eikhoorn loon en golden streek, door het scheuvelen op een goud als ik zo keek. Als je van de oude ijs won, naar de nieuwe touw. Van ons alle is woon, van ons alle is woon, van ons alle.
zus. Ik ga met. Wat is dat weer? Nou, dit ga ik ook. Die is nou met die jongens. Ja, ongezellig, hè? Hoi, Jetta. Jongens, ik wil niet meer mee doen. Ja, dan. Kijk, hè. Hoi. 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 Wat maar jongens. We gaan nou weer een speaker hier doorlaan. Twee. Kom, zeg al, ik licht ook maar eens hoe dan. Ja, laat me hier nooit zitten, hè. Ik heb mijn ring al nog niet op. Ho, dit is dat ook voor tien zeker. Nou, neem die graag maar met nog kruil. Ik ben ook kloor, doe dit. Nou, geef me aan. Misschien dit niveau moet de rest van de avond gemakkelijk zijn te overtreffen. Maar vergis je niet, wat zich op het toneel afspeelt, moet je vaak niet al te letterlijk zien. Vaak schuilt er een diepere betekenis in hetgeen gezegd en gedaan wordt. Om u tijd en gelegenheid te geven voor uw zelfwerkzaamheid, is het nu pauze tot, en dat moet ik nog even invullen, nou, een half uur. Zeg ik nog maar even. Kwart voor. Dames en heren, de tijd verstrijkt en als we niet oppassen, dan gaat de tijd zelfs dringen. We moeten verder. 60, ook al aangeduid als de 60's, maken we kennis met de Beatles en de mini-rock. De mens zet voet op de maan.
Minder plezierig zijn de moord op president Kennedy en de bouw van de Berlijnse muur. Het is een belangrijke episode in de geschiedenis van de ijsbaan. De ijsbaan verhuist naar de andere kant van het dorp, van oost naar west. Na jarenlang overleg en het nemen van de nodige financiële hobbels wordt de nieuwe baan op 21 november 1964 door de burgemeester geopend door middel van het aanzetten van de pomp. Ik neem aan dat de pomp het ook echt deed. Blijkend de noten van de vergadering van de vereniging was dat geen vaste gewoonte. Vervolgens vindt op 14 oktober 1966 de opening plaats van het clubgebouw op de kantine, die grotendeels dankzij de inzet van vrijwilligers tot stand is gebracht. Op het toneel pakken wij, en hopelijk u ook, de draad weer op met de jaarvergadering gehouden bij Café Grommers op 23 november 1976. De agenda van deze vergadering staat vermeld op de achterzijde van uw toegangsbewijs. U kunt nu getuige zijn van de levende vergang van zaken op die vergadering. Hoi, mevrouw. Hoi, 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 hoi. Ik doe dat daar hier al voor, maar... Nee hoor. Hou op nog niks, ja. Dat was toch ook niet. Nou, we zitten hier, ja. Zo, stand een beetje rechts. Kijk nog wel een beetje klok. Hoi. Denk ik, asbak, klonjes. Ja, staat er wel aan. Nou, zo meer is naar dan wat gewoon komt. Moet ik eerst maar eens in weg, ja, tot er wat komt. Verrekte klok. Het is op 20 over 7. En nog wat mens. Dat wordt weer niks. Nou ja, dan moet ik weg. Ja, dit is nog maar niet. Ja. Oh, ja. Daar zucht er ook mijn beest toe. Ja. Ah, kijk, daar zucht er beter op. Ja. Hoe dat, vrouw Marjan? Ben ik eerste? Nee, joh, van de vee, jongen. Maar het is niet dat zo'n stal vinden, kind, maar het is al hartstikke vol. Ik hoop ook nooit dat er te veel voorgehoord komt. En wie heeft veel meer kennis als een prijs? Nou, voor de heel bij Klaas Kleine waren er ook maar zo'n mee. En daar zit een zo'n bestuurslid van mij in. Dus ik moet dat maar nog zo mee. Hoi, dag, mijn Luc. Mooi, Heidi. Mooi, Heidi. Kom, ik moet maar eens met z'n koffie aan. En ik moet nog even mijn bal in kunnen glazen. Waar doe je thuis? Ik moet er ook nog maar even boven. Kijk of ik een beetje geluk heb. Nee, Jopveen. Als je aan de holle bent met deze vrouw, ben je de weet nog van jou geworden. En? Je bent er ook nog een moedje, hè? Zo eerst. Hoi, ja. Jongens. Ziet ze. Wie mag maar beginnen, nooit? Het is al weg. Dus kijk, volgens mij wordt een hoes verleurd. Als bestuurslid zeg ik dat we nog even weg gaan, Jopje, want 11 van bestuurder is er nog maar. Half weg, is half weg.
Maar kijk jongens, kom heen. Nou, dan is met je voor wat een hel. Kijk hier, jong. Oh, kill. En go. Oh, meer dan ja. Ja, de loop hier. Kijk hier, zelf. Hé, en hoe kijk je die koffie? Dankjewel. Zit ze? Alsjeblieft. Kippie bij hem, ja. Kop koffie. Wat verdorie. Nou, duurt me ook nog koffie te meer, zeg. Ik moet ik bergen, wat je aan het volk? Ah, jij luzie, jong. Ik kom al niet uit vluchtelen. Ik ben al morgen aandeel over. Ik had je de Lize die afwezig uit van Pien Wiegel. Zij zei is, allemaal hartelijk welkom op deze aandacht te horen van hier van ons. Als je op ons hand zet, dan kunnen we beginnen met de verletting. Hoe wordt dat opgevind, Jan? Anton? Ja. Wat is dat voor vrouwen? Stop je erop aan te trekken. Wel aan door op zich. Kijk jij vol, jong, kist dat in mijn hè? Goedenavond, man. Als met Riet, jong. Daar nog weer met je nu. En go. Hoort u er ook wel, jong? Ja, man, ik sta even in de boom kool met de trekker en toen dacht ik ineens van, hé, hey, de aandeelhoudersvergadering is vanavond ook, ja, zo doen we. Nog bij jou lul, zit je poten hoor. Als Jan van Wolden en Jan Bruns hebben in de verlettingcommissie op de zin. Ja, dat kan ook. 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 Ja, dat Hoi. Wie bent er, hè? Ken wel begonnen. Mooi, zal ik de nummer overhouden? Nummer 10. Nummer 10. Dat is de Harm Koning. Ik roep. Nummer 3, dat is Krauwholder 0, promis. Ik zie hem eerst. Wat wordt gewoon? Ja, nou. Ik heb eerst een bril in mijn hand en hij zoekt je al af. Ik heb even een dutje gezet. Ja, nou. Ja. Nou, zeg maar. Ja. Ja, nummer 7 maar. Dit is een 7. Nummer 7 is Albrechts. 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 Nou, bedankt hoor. Nummer 4. Nummer 4, Piet Bijhoes. Piet, oh. Johannes Veenstra. Nou. 13, dat heb ik zelf. Mag nog maar. Nee, ik kan Jan van Wolle. Hier nou helemaal, jongens. Ik ben nog een keer. Geen vloem van kaas. En dan hebben we goal. Twee. Ja, goed. Ja, kom wel. Ik ga nog eens weer achter mijn koffie in, hoor. Ik ben er toch wel goed. Patrien, heb jij een oekers? Ik zal even kijken, hoor. Ja, ik heb een oekers.
12. Nummer 12, Anko Rudolf. Zeker op 15. Dat hoor ik. 15, Klaas Rudolf. Nee. 11. Nummer 11, Jan Luzen. Wat denk je, hè? Huf! Is dit de boos? Nou, draai ik hem, zet je op. Ik heb de twijfel, joh. Dit trap, joh. Nou, dan wordt dat twee. Twee. Eén niet uit, Blix. Oh. Ik heb nog een kans. Nummer 1. 1. Nummer 1. Dat is Postman. Is dat onmogelijk? De holding naar de winnaar van deze verlustingronde, Job Veen is. Oké. Rauw is uw opbroken hoed ook nog. Nee hoor, wat zeker nog wel schoonpot voorzitter. Ben ik uit voor een oorlog? Nee hoor, doe ze eerst maar wens de wem wilst. Het wordt regeld met hem, ja. Maar je bent ook onderling, regel. Ja, doen we dat wel. Dan, moet ik nou in het woord geven aan Piet, van het jongenslaar. Jaarverslag van het seizoen 75-76 van de ijsclub Wildsom. Na twee seizoen geen ijsstem gehad, dus ook geen ijsbred, was dat dit seizoen wel het geval. De ijsbaan is dit seizoen 9,5 dag open geweest. De verpachting was in goede handen, er kon naar genoegen wat gegeven en gedronken. Eigenlijk werd de baan te vroeg geopend. Tegen de avond was er reeds veel water op het ijs, vooral bij het gebouw, wat nog veel problemen geeft. Er werd daarom besloten om de baan s'avonds niet te openen. Wil men een goede baan bouwen, bedenk dan wel, niet te gauw open. Er ontstaan dan niet zoveel scheuren. Het is voor de schaatsers onplezierig om erop te rijden en moeilijk voor degene die de baan in goede staat moet houden. Maar dit seizoen is de baan toch 9,5 dag open geweest. En al deze dagen zijn er veel schaatswedstrijden gehouden. In de eerste plaats werden ook bestaande wedstrijden afgehandeld, onder andere ledenrijderij en prikslewedstrijden. Tevens rijderij voor kinderen van leven. Oh, wie anders? De leerkrachten van de plaatselijke school hebben zich met de kinderen goed vermaakt. Er werd steeds opgemerkt dat de banen in goede orde waren. Ze waren reeds uitgezet toen zij zich op het ijs begaven. Er waren leerkrachten bij die meenden dat ze de banen nog moesten uitzetten, maar dat viel er voor 100% mee, want ze lagen reeds voor hun klaar. Zodoende werd het bestuur plus helpers vriendelijk dankzegd. Zo, dit afgelopen seizoen heeft weer bedrijvigheid gebracht. Hopelijk aansluitseizoen precies hetzelfde en misschien iets langer. Dat was het. Ben er nog op een aanmerking op dit besluit? Ja, nou, weer Heb je dat zelf slim berghuis van Vetumina, Dan? Of op een wasje best? Als er gewoon op een aanmerking bent, dan wordt onze secretaris het bedankt. En een applaus weer. Ik denk dat verslag draait van de penningmeester. Rolo, hè? Ja, maar. Toch wel. En Steven wil er nog, ja, ja. Dat is wel nice, hè? Ken dan? Loopt het ook niet gelijk, no? Ja, ik heb vergeten, hè? Ja, dat klopt. Ja. Ja. Ik ben redelijk schouw, dacht ik. Gewoon dat je er helemaal denkt, hè? Ja, jammer. Hou het voor, ja, ja. Ja, dan heb je hier wel. Ja. Goed door elkaar. Die zal net de financiën doen in cash. Valt dat wat te lekker zo. Hadden wij 5298 gulden en 22 cent. En dat is het gewoon 52, 85, 48. Dat is overbleven. 1375, 13 gulden 75. Dat loopt.
op de bank heb je 1773 en 8 cent. En er is uit gewoon 1637 en 68 cent. En overal 134 gulden. Verder. Dat ook. Op de spaarbank hadden die stolen 6482 gulden, 94. En er 1000 gulden afgehold. En overal 5482 gulden, 94. Ja, dat heb je zo wel noorreekt. Dat klopt, hè? Ja, dat klopt ook zeker. Dus we hebben totaal 5632 gulden en 8 cent in kas. En vorig jaar hadden we er 5884 gulden en 66 cent. Oftewel, we hebben een vooruitgang van 756 gulden en 42 cent. Nou, klopt allemaal. Zo. Is de gedenktafel. Ja. En ik ga met de woord aan de heer van de kascommissie, Keuning en Van Holden. Zijn er nog vragen? Nee. Mijn vrouw? Klopt. Wordt nou even georganiseerd van de kastcommissie. Kan hè? Jullie werken? Bestuur, tussen, die hebben de bal en papier met inzooi. En alles die gooien worden begonnen. Dus die wonen het bestuur herstellen om de penningmeester deze jaar te verlaten. Oh, en een applaus voor alle mannen. Dankjewel. Bedankt voor die werk als kastcommissielid. Dan mag je volk maar even benamen dat we vinden voor kast moeten zongen. Welke van dat is er nog nou? Ah, daar is mijn werk, Jan Luusen. Zo'n met Jan van Holden kastcommissie. God, mijn lijf en tijd. Ik strek alleen in wat door mijn hoor in z'n opvissie meer. Och, tot. Mededeling punt 4. Wie dit bericht heeft van gemaakt? Huurverhoging van terrein van wel 400 naar 600 gulden. Dat is een verhoging van 50% jongens, hè? Maar de schuinlijns mag eigenlijk gewoon 30% verhoogd worden. Maar de gemeente mag nog niet verhogen, want er is nog een 4-jongen plan afgesloten. En dat is al uitgestreden. Dus de gemeente die is hier ook op terugkomen, want de bleek dat zij zich erin is op de zon. Al dus bericht, 10% is verhogen. Dit is een woorden van Piet Zuur, jongen. Nee, dat moet ik nou doen erin. Ja, het is niet anders. Punt 6, contributieverhoging. De bestuur stelt voor om geen verhoging te voeren. Voorzitter, wie houdt wel degelijk met Sint-Mik gewoon, omdat we moeite, die komt daar wel met een verhoging. Ja. Volgende volksbestuur en volgende verhoudering pak ik dus een turn in mind. Volgende contributie. Ja? Als er gewoon schoven komt dit seizoen, dan willen we met de vereniging, met de kinderen van de vereniging, de leden begunstigers nog kunst iets voor. Leeftijd is tot 16 jaar. Kun je zich nog niet vinden? Aan de gemeente dan zo. En wie vindt dat hij nooit achter kan doen? Dat is iets daar. Ja. Punt 8. Bestuursverkozen. Stembureau, Edi Tuitma en Jan Luus. Wat is dat nog weer? Wat ben ik op hier op dat beurt? Ja? Waar doen we dit, Jan? Je brengt die papieren niet meer op. Toch wel even, Eli. Dankjewel. Toch niet op, maar even mooi, Eli. Jo Veenstra is niet herkiesbaar. P. Posma en Anko Zuidhof herkiesbaar. Stem 1, 3 en 1 en wel volgende en vacature. Ik wil een mooie bier. Ja, wat wil je mee? Oh, dat wil mijn broodje meer. Een broodje. En doe dit in, ja, dat wil ik wat bier.
Een pot. Ja, gewonnen. Ook van wie? Henk van Vida. Anders. Ik mag nu niet, hoor. Nooit soms. Henk van Vida. Weer Henk van Vida. Ja, wat nou weer, hè? Ja, van hem weer. Is ook mee eens in Bruns? Je stekt er de band maar leeg. Dat is een moment. Doe dit, Bosma. Piet Bosma. Ja. Piet Bosma. Piet Bosma. Piet Bosma. Piet Bosma. Ziet ze zeker. Pas zeker. Enko, Rudolf. Dit is nog mij voor hier, zeg maar. Voor Piet Berg. Nou, mijn Enko. Al klaar. Of 14. J. Bruns 10. J. van Wolde 4. En J. van der Veen 1. Totaal 42. Neem de heer Bosma, Zudolf en Bruns jullie benaming maar aan? Ja, hoor. Ik heb gewoon bestuurd hier worden om dat ik ook al starten ben. Dat wordt met nu woord belangenverstrengeling. Dat ken wel, maar dan mag je wel in een andere staat er hebben. Dat wil mijn zoon vragen wat dan? Die zit nou ook bij voetbal. In heel mij gewoon. Ja, dat kan ik hier wel zeggen. Hal Geerlie. Ja. Het is dus gewoon belegd te weten, Bruns. Nou ja, als dat regel wordt, dan neem ik niet benoeming aan. Jongens, agenda punt 9. Bespreking van de wedstrijd. Voorzitter, zult mij maar op gewijn om de opgestonde wedstrijd van vorig jaar is dit morgen aan. Ik denk dat we door met leven kunnen. Punt 10, Ronflo. Eerst de ronde wat voor Ronflo, hè? Ik. Elie Tuitman. Nog meer die wel eens? Elie, waar is dat binnen? Nou, voorzitter, nooit dat ik er met mij nodig heb. Bier? Nee, een broentje. Een broentje, ja, zo oké. Normaal ook een deeg. Nooit ding wat ik meer nodig heb, voorzitter, en één goeie vriend, hè. Ja. Maar, en één goeie vriend, hè. Maar zal het nooit huilen mooi weten. Eén goeie vriend, hè. Dat die Veenstra als eerder lid van deze vrouwen ging benoemen, maar die man, die heeft er al wat verdoen. Die Joden in bestuur zijn. Ja, dat is goed. Dat is de verhaal, jongens. Doe was toch eens slaafveur? Jij dat nog maar ook al door? Alsjeblieft. Ik wil dat nog verholen. Ja, maar. Ik zal het met mijn kaart nemen. Ik loop hier wel even achterover, dat loopt nooit zwaar mee. Veenstra, vooral in hoeveel werk bij deze Iesboom, moet je bij deze benoemd tot erelid van deze schuldenclub. Alsjeblieft. Terug in de wijk. Jongens, ik ben graag met je rol gaan. Ja. Goedemiddag jongens, als we niks meer te behandelen hebben, dan wil ik u bedanken voor uw komst. En als u straks een hoestaan hoort, daar voorzichtig aan. Een krouw van zijn schoonvader over en zo met zijn juf ben hij een mooi span. Al vrouwen dan kon je er sloom al nu weer in ooit of twee persoons beer.
En Piet kon op zal kreeger over en ooit vreemde dichters, dat kwam van half in. Naar het bestuur van de koning stond, geworden volk in de val had bevreemd. Dat koffie borrel en de aardbal, dat samen brengt Robin zijn bitter vreemd. Bij zomerdag moet dit dek in alle wees, want ze hebben je een half mooi terras. En kermis wie keul is een duk feest voor elk dat je wil, een goud gevuld glas. Al kon je de trouwen muziek, de wet aanschommen zoon, is nou al zo loos. De ooit oude aan de trekjas en de ooit ooit of rondklap. En ander nooit dood. Ja, het bestuur van de koning Wilson. Er wordt het volk in de val aan privé. Kop of wie borrel of bier en de aardbal. Wat samen brengt. Ook werden verhoorden aan het eind van het jaar door de boen en ook wel door het. Zomaar bij stamtovel zitten met een pilsje, daar ben je zo weer uit de put. Ze konden van boom vullen, hoi hoi voor hoi, hier is jam, door Piet en ook kloos. De ooi met een dikke rolode in hand en de handen met al dikke hoofd. Ja, het bestuur van de is van die middelsom. Verwoord het volk in de val al privé. Kom op die borrel op hier en verhaal kwam. Laat staan de brengt. Zo ging het bij Gronders in de jaren 70. De jaren van Watergate, de punkrock en de supersonische Concorde. De Zwitserse vrouwen krijgen kiesrecht. Dat moet niet gekker worden. Dan volgen de 80e jaren met de Falklandoorlog en de uitvinding van de compact disc. De Berlijnse muur wordt weer afgebroken. Is hier misschien sprake van bouwfraude? Voor de ijsbaanvereniging is de ontdekking van het gat in de ozonlaag van belang. Wat zullen de gevolgen zijn voor de openstelling van de ijsbaan en daarmee voor de kas van de penningmeester? Albert Arends kijkt sindsdien zorgelijk naar de lucht. Voor de ijsbaanvereniging is de ontdekking van het gat in de ozonlaag van belang. Wat zullen de gevolgen zijn voor de openstelling van de ijsbaan en daarmee voor de kas van de penningmeester? Albert Arends kijkt sindsdien zorgelijk naar de lucht. In de kantine gaat het leven ondertussen zijn normale gang. De jaren 90 met het einde van de apartheid in Zuid-Afrika, de dood van prinses Diana en de komst van de euro lijken hier weinig indruk te maken. Hier zijn belangrijke zaken aan de orde. Luistert u zometeen zelf. De lucht spreken, heb je de lamp kijk naar te horen, Stas. Doe, ja. Doe, houd die gang maar, Albert, joh. Ja.
wat ook even gebeurd weer. Ja, tuurlijk. Hoi, Hoi, Alex. Ik snap nooit dat ze die Simon Bolus in het bestuur kozen hebben. Hij woont hier tegenover, maar hem zoon? Ook maar. Rustig, hij nou, jou. Pak nou maar eerst een paar bier, dan wordt die broer ook alweer beraas. Nee, mijn broer wordt mij weer eens. Ik heb die Simon Bolus al lang wel deur. In die Ellen, die heb ik wat in de laatste rug. Die zien we bonus, hè? Die zullen me in midden helpen. Met boomveen en opzet, met piket. Maar dan is de loodig, want die is gestroopt. Zal er nog wel achter bij de rij van die vogel liggen? Ja, het was gestroopt, maar ook al knap lood mag zijn. Is toen gaan botten voor mij? Ja, dat oké, kijk, ja. Oh, ik heb dat. Maar dat wordt wel nodig, dan kan ik mijn borrel klaar. Maar dat is je niks, hij nou, Jan. Hallo. Oh. Alsjeblieft. Dat moet je ook maar halen, hoor. Kom, ga je naartoe, hoor. Bobby komt de volgende. Goeiedag, u. Goeiedag, voorzitter. Wat is dit? Kan de boer ook, jongens? Volgens mij wel. En ik heb boer ook al de deur. Moet die Simon Bolus me vanmiddag zo. Ja. Oh ja. Ik heb vanmiddag ook al twee jongens van hier zo gestuurd. Hier van hier, hoor. Post kop koffie, voorzitter. Ja, lekker, Mike. Ja, hier van hier, hoor. Het lijkt wel als ze ruzie aan. Ze... Ik trof. Ja? Ik zei tegen die jongens... Moet je nu wel uit naar hè? En zit er mij nog op? En zit er mij nog op, ja? Ik trof. Ik zei, oh, wat toch weer af. Dat doet je hartstikke zeer. Mijn koor om en om in Kruisstraat. Ah, zei om in die jongens. Dat valt wel weer, hè. We hebben nog een stoel zoet in onze schoon. Kijk, voorzitter. Dankjewel, Mike. Oh. Ah, ben je er ook op je mengs, zei ik. Wie is met zijn hobby bezig? Goeiemorgen. Hoi Henk. Ja, ik ben even bij Noorden, maar ik moet veren eerst nog in Meersen. Elke meneer doet wat hij waard. Maar ik vind, hè, als je Tirol spreekt hier, dat je er ook aan oud nou. Dan is het misschien je veel te veel. Dan moet je maar een kop koffie, Mike. Maar dan drink maar een boekje, maar ik wil niet meer aan bekijken, meer. Oh, ja.
Mag je vanuit je lood? Nee, nee, maar u wil een keer als op die site, Jan. Ja? Bedankt, Mark. Alsjeblieft. Kom mee. Kom maar die boot in, hoor. Een boontje kreeg. Ja, zeker, ja. Doe wat je, dat was je wel. Goedemorgen, Luis. Goedemorgen. Zo, Piet. Ook een keer weer in de buurt, ja? Ja, ik dacht ik moet hier maar even weer op wennen. Voor een kop koffie, hè? Ja, graag, jong, graag. Natuurlijk, een kop koffie. Dat heb ik de hele dag nog niet gehad. Dus ik dacht, ik moet hier maar even op middelste lijn, hè? Ik heb pakketten hier niet vraag. Dus ik dacht, ik moet hier maar even heen brengen. Het is bijna allemaal voor de bestuursleden, al hier. Dus, ja. Ja, dankjewel, jong. Kijk, oh, dat is je lekker, jong. Oeh, dat is je verhit, dat is niet, ja. Dat is toch wel lekker, hè? Ja. Oh, dat ligt erbij, die hebben we bij. Jongen. Heb ik het nog? Ach, jongen. Het is geweldig. Hij is zo snak, hè, nou. Oh, als ik is zo snak. Als ik de schaarsen bijna had, dan wou ik nog in bij de schaarsen. Maar ja, ik heb een parkeertje niet verleden, dus dat wordt hem niet. Ja, lekker man, lekker. Nou, wat heb ik hier? Kijk, ik heb een parkeertje hier voor Jan Donkerbroek. En een parkeertje hier van Henk Eikenaar. Deze staat erop. En ook een parkeertje hier van Simone van Eyck. Goed, dus, Jan. Ik hoop dat jij daar even kan bezorgen. Nee, toch meneer. Wel, ik zorg dat op twee kant. Ja, ja. Goed. Het is fris buiten, hoor. Oh, dat is hartstikke lekker, man. Jongens, je wordt weer bedankt voor de koffie. Ik ga weer naar binnen zijn. Oké, Piet. Jongens, nog veel schaatsplezier van jou. Tot ziens. Mooi, Piet. Piet? Welke Piet? Piet Kleine, dat marathon scheugelde het. Komt hij nou al volgen? Hallo enkels. Verrekte vlees. Wat ik die nou zeker van, hè? Dan moest u beslist nooit verder over brood. Zo halsnums of een touw, die kreeg je post voor bestuursleden. Wat ze toen nooit ontvangen wil. Kijk. Wat vond je dit, hè? Brood er nooit over. Dit is van onze voorzitter. Ja, dank u, broer. Zo hoort dat hier, Mike. En dan heb je hier, dit kind. Ja, voor Henk Eikema, een videoband met... Ja, een videoband. Ja, dat ook... zal wel over bier in mij. Nou, wat dit is... Dit is voor Simone. Oh, dat zal ze wel van Martin besteld hebben. Iets van Christel Dalla Dalla Duc. Of hoort dat meer zo? Dat zal wel langer nog aan de luxe lezerie zijn. Je weet, ja, ja, Piet! Ja, 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 ja. En het is je vervolgens een hoek, maar besteld. Nee, nee. Dus dat dan nog wat Piet komt. Maar, moet je dit? Ja. Dit brengt er even niet bestuurskool. Nou. Bongen ligt er mooi bij, jongens. Nou, hier zo. Goedemorgen, jongens. En dat we je nooit vergeten dat we de vraag in moeten hangen vanmiddag. Is al lang regels, die ligt nog mooi. Dat is mooi. Zal ik hier een flesje bieden, hè?
Nou, laat me dat even nou niet om, maar laat me de goeie gewoonte van op. Nee. Doe zeker een kast eens over, hè? Ja, doe maar. Ja, doe Chris ook wel wat eigenlijk. Oh ja, voorzitter, ik heb post gekregen, maar dat heb ik even in bestuurskamer gelegd. Ja, dat zou wel, dat zou een scheukel liggen. Ja, dat zou wel man. Wordt u wat dan? Zeg, jongens, is dat Prieslies nog dat is het ziet? Na of niet te bier? En ga ik behalve ons een post? Voor €1,50? Voor dat, jou. Ja, wist ik dat wat? Ik ben lees met trooien onderweg, hè. Zit me door een vin in die trooien, die haalt ook met zijn vinger in zijn mond zit te draaien, zo. Dus ik zeg tegen hem, waarom zit ze te hangen met die vinger in die mond? Nou, zeg, dan word ik een roe mond nog. Ik zeg tegen hem, dit is gelukt, dat zijn nog maar spingers. Ja, nou. Mooi, man. Je moet wat roos nooit. Zo. Ik ga roos toe, ik ook. En, nou. Vanmiddag om half woon weer, jongens. Ja, dat is goud voor de zin. Oké, tot ziens. Dag, jongens. Dag, hey. Wie neemt het al voor? Ja. Is er een klein hokje bouwt, Bibon, Bibon. Twas bestuur wel houdt aangetrouwd, Dijbon, Dijbon. Drumband het ook oefent door, nou zo of het oud is mijn koor. Ook wel loins een bruiloftsfeest, of iets in die geest. Scheuvel wil door ook habbord best, Abon, Abon. Als de winter het nooit verpest, Verbon, Verbon. Als het deu blijft den nog staat, de licht bouwt om op zijn gat. Maar is er wel dikke vorst, kranten voor de borst. Ooit hij door zijn boontje strekt, Abon, Abon. Hoopt dat onderhand iets nooit breekt, van bon, van bon. Al wat mensen ben ik span, meer van woorden in de kan. Met rood weer de let naar bon, zelf al best gewoon. Personeel van ons dijgebouw, van bon, van bon. Ben op dit stinder voor in taal, Bibon, Bibon. En ze hem voor elke gast, warme worst en heidekast. En voor leutjen ook wat stoep, sneed en warme soep. Joren laken wie wieder gewoon, Bibon, Bibon. Dit spektakel, dat is nou door van de boom, de boom. Laat nooit alles hem niet zooi, 75 jaar in het klooi. Missen schuivelt dan het best, oost-west schuivelt best. De rest.
is history, zoals we dat in Nederland zeggen. De 21ste eeuw doet zijn intrede. De laatste jaren liggen nog vers in het geheugen. Wij sluiten de voorstelling af met een muzikale samenvatting van het voorafgaande. Ben zij een mooi fan?
Maar vrouw verdoen kon je er sloop, maar nu weer in ooit op twee verdoen weer. Een peetkoor op zal kregen over en ooit vreemde dichter, de glemmen alweer. Ja, het bezuur van de en kermis wie ook is een deur, feest voor elk dat je wil, een houten vult vast. Ook hoor je de trouwmuziek, de wedaars komen door, is nou al zo rood. De ooit orde en de trek, ja zijn hem ooit, ooit nog vroeg af, en de nood dood. Met een pilsje, de benen zo weer uit de put. Ze konden van boom vullen, waai over ooi, hier is Jan, door Piet en ook Kloos. De ooi met een degen, o lode in het, en dan met al degen hoog. Helaas verhinderd, want die had cursus. Dat heb je dus vaak op zaterdagavond. Maar op de een of andere manier, de mededeling is wat dat betreft onvolledig, is de cursus niet doorgegaan of hij heeft zich vrij kunnen maken. U kent hem wel, ik ga zijn naam niet noemen. Hij zal zich nu gaan vertonen, begrijp ik. Thank you.
Maar dan ben je al, ik trok altijd nog. Paul Mordijn en de bestuur van de Eastvereniging hebben me gevraagd om hier wat te doen. Maar oorspronkelijk kon ik nooit. Dat was al lang bekend, want ik heb een open cursus. Ik zit namelijk op reading. Reading, zei je vroeg, wat moet je nog met? Ik zit dus op cursus reading. Maar vanochtend kreeg ik mijn telefoon, Riet was ziek. Dus de cursus ging niet door. Ik had voor vanochtend een soort rapnummer in de kop. En dan zag ik die straks ook het eind van dit vrol zijn geur op me brengen. Ik was eerst verkeerd reden, maar ik wist niet zo gauw dat ik hier wezen was. Ik was nog nooit best. Dus ik kwam op een gegeven moment in been terecht. En in been noord kwam ik politieagent en burger tegen. Ik zag me nooit dat politieagent en burger was, van als die politiepakje niet aan. Ik dacht, verrek, het zit me de hele dag ook al tegen. Het begon van maand al. Ik werd wakker, deed plas, stond op en dacht, verrek, dat moest precies andersom. Wat moet ik er nog aan toevoegen? Het was volgens mij prachtig, geweldig. Geweldige optredens hebben we hier gezien vanavond. Een groot deel staat hier al op het toneel. Ik wou nog graag even de ijsvogels ook op het toneel hebben. Er ook even bij gaan staan. Als die daar ook even naartoe willen komen. En Inge, die was hier al op het toneel, heb ik gezien. Als Carina er ook nog even bij komt. Ja, geef ze maar applaus. Ik woorden schieten tekort voor wat deze mensen allemaal in hun vrije tijd, vanaf de winter tot en nu, met heel veel inzet hebben gepresteerd. Dus ik wil nog vragen voor nog eenmaal een staande ovatie voor deze mensen en vooral.